Welkom allemaal op alweer de tweede workshop, moestuinieren. Nou, de eerste workshop, als je die hebt gemist, die kun je nog terugkijken op de website van de Kremertuin. En dat ging onder andere over het gezond maken van je bodem en ook vooral het gezond houden van je bodem. Dus als je daar nog dingen over wil weten, dan kijk hem vooral terug, zou ik zeggen. Deze workshop heeft weer nieuwe onderwerpen. Waar ga ik het over hebben? Nou, ten eerste over ongedierte. Daar heb je vast al wel last van gehad. Eerder of misschien op dit moment wel. Ik ga het ook nog hebben over droogte en tips wat je daar tegen kunt doen. Het is nu heel hard aan het regenen op dit moment. Dus dat is heel fijn voor de tuin en de moestuin. Maar hiervoor is het natuurlijk echt heel lang droog geweest. En dat gaat ongetwijfeld ook nog wel gebeuren in de zomermaanden. Dus dan is het wel handig om te weten wat je daartegen kunt doen. Zeker als je bijvoorbeeld een weekje weg bent. Nou, dan ga ik nog vertellen wat je kunt zaaien en uitplanten in de maand juni. Dat is nog aardig wat gelukkig. En ik had nog één ingezonden vraag. Die ga ik nog beantwoorden. En dat ging uit mijn hoofd over het beschermen van je aardbeien tegen vogels. Nou, als je nou naar aanleiding van deze workshop of überhaupt in het algemeen nog een vraag hebt, laat het me gerust weten. Je kunt me altijd mailen op info@moesmeisje.nl. Je kunt me ook benaderen via Facebook of via een van mijn andere sociale media kanalen. Ik zit onder andere ook op YouTube en op Instagram. Dus daar kan je ook altijd een vraag aan me stellen. Dan zal ik hem zo snel mogelijk beantwoorden. Nou, ongedierte. Daar heb je vast ook al wel last van gehad, vorig jaar misschien en dit jaar waarschijnlijk ook al. En wij tuinieren natuurlijk biologisch en dat vind ik hartstikke mooi, daar sta ik ook heel erg achter zelf. Maar dat betekent wel dat je een extra uitdaging hebt met het bestrijden van ongedierte. Want het is natuurlijk veel makkelijker om gewoon al die beestjes dood te spuiten met pesticiden. Maar dat mogen wij gelukkig in de moestuin niet gebruiken. Maar goed, dan heb je natuurlijk wel gewoon een uitdaging. Hoe hou je die beestjes dan van je groenten af? Nou, en die beestjes, wat zijn dat dan? Nou, dan kun je denken aan slakken. Nou, op deze foto zie je een huisjeslak. Maar in principe heb je veel meer schade over het algemeen van naaktslakken. Maar die hebben wij ongetwijfeld ook in de moestuin. En je hebt de zwarte bonenluis, die je op de tweede foto ziet. Die zit vooral op de tuinboom bij mijzelf. Nou, dan zie je op de derde foto die hele lieve rupsjes zitten. Dat is de rups van het koolwitje. En die kan, die kunnen gewoon, als ze met veel zijn, je gewoon je hele kolen opeten. Nou, dat wil je natuurlijk ook niet. En dan zie je nog een bloemkool met de koolwitte vlieg. Daar heb ik vorig jaar ook aardig wat last van gehad. Nou, dat zijn maar zomaar wat beestjes waar je last van kunt hebben op jouw groenten. Nou, wat kan je daar nou tegen doen? Als je dus geen bestrijdingsmiddelen mag gebruiken. Nou, ten eerste de slakken. Zoals je misschien op onze Facebookpagina hebt gelezen, heb ik in, wanneer was dat? Ik denk april, mei, heb ik aaltjes met een paar andere leden verspreid over de moestuin. En dat zijn een soort minuscuul kleine beestjes die je eigenlijk met het blote oog niet ziet. En die gebruiken de slak in de natuur als gastheer. En vervolgens gaat die slak daarvan dood. Nou, dat is één manier waarop je op een biologische manier slakken kunt bestrijden. Dat hebben we nu één keer gedaan en dat ga ik in juni nog een keer doen en in het najaar nog een keer. Want in het najaar komt er meestal ook weer een hoos, omdat het dan gewoon heel veel regent. In de zomer, als het wat droger is, dan hebben we meestal niet zoveel last van die slakken gelukkig. Dus ze zullen nu met dit weer waarschijnlijk ook weer tevoorschijn schieten. Nou, wat kun je dan nog meer doen? Water geven. Dat wil je natuurlijk gewoon doen als het droog weer is, hè? Niet te vaak. Waarom niet? Eigenlijk om twee redenen. Als je plantjes heel veel water geeft, dan worden ze eigenlijk heel lui. En dan worden het ook minder stevige plantjes. Als je wat minder vaak water geeft, dan moeten die plantjes in de grond op zoek naar water. En daardoor ontwikkelen ze dus een steviger wortelgestel. En daar worden het uiteindelijk ook sterkere planten van, die dus ook een hap van een slak wat beter kunnen overleven. Dus ik zou zeggen, geef niet te veel water.
Alleen al omdat je plant dan minder sterk wordt, maar dus ook omdat die slak heel erg van een vochtige omgeving houdt. Dus zodra jij heel veel water gaat geven, trek je ook meer slakken naar jouw labje toe. Een andere tip is om vooral in de ochtend water te geven. Slakken die komen vooral in de schemering tevoorschijn, in de avond vooral. En als jij dan bijvoorbeeld om 5 uur 's middags water gaat geven, dan trek jij dus extra slakken aan. Dus als je dan water geeft, doe het dan in de ochtend, maar dan wel heel vroeg. Want als jij weer later op de dag water geeft, dan zit je met het feit dat het water verdampt. Maar dat zal ik later bij het stukje over de droogte ook nog vertellen. Dus probeer niet te veel water te geven. Jouw plantjes redden het echt prima als je goed voor ze zorgt, maar dat zal ik later ook vertellen. Nou, wat kun je nog meer doen? Ik gebruik zelf eigenlijk altijd verschillende dingen tegelijk. Zo zorg ik er dus voor dat die slakken zo min mogelijk kans hebben om bij mijn plantjes te komen. Nou, wat ik doe is scherp materiaal gebruiken. Ik gebruik cacaodoppen. Dat is wel handig om daar hele cacaodoppen voor te gebruiken. We hebben nu in de moestuin helemaal gemalen cacaodoppen gekregen. Het is wel handig als we de volgende keer dus hele cacaodoppen bestellen. Want die hebben veel scherpere randjes. En eigenlijk alles wat scherp is, daar houden slakken niet van. Nou, dat geldt dus ook voor eierschalen. Die kun je breken in wat grovere stukken en om jouw plantje heen leggen. Daar houden slakken dus ook niet van. En het voordeel is ook nog dat je daardoor wat kalk in de bodem brengt. En dat is op onze zandgrond helemaal niet verkeerd. Maar dan heb je ook nog bijvoorbeeld grof zand. Denk aan brekerzand of aquariumzand. Dat gebruik ik zelf ook wel. Dat strooi ik dus ook om mijn zeilingen heen. En meestal doe ik dat dus gewoon allemaal tegelijk. Waardoor ik gewoon een soort barricade opwerp. Nou, wat je ook nog kunt doen, wat ik dus ook nu heb gedaan. Dan moet je maar, als je een keer in de moestuin bent, kun je dat ook zien. Maar ik zal zo ook nog even een foto laten zien. Ik gebruik petflessen of kweekpotjes met een open onderkant om mijn zaailingen te beschermen. En dat doe ik dus alleen bij de zaailingen. Want bij grote planten kan dat natuurlijk niet. Maar vooral die zaailingen zijn natuurlijk heel kwetsbaar in het begin. En zo ziet dat eruit. Nou, bij een petfles die kun je dus openknippen. En dan kun je hem eigenlijk op 2 manieren erop zetten. Je kunt hem zoals hier op de foto neerzetten. Dan prik je dus een paar flinke gaten in die onderkant van die fles, zodat er natuurlijk nog wel lucht bij komt. En die zet je zo over je plantje heen. Nou, je kunt hem natuurlijk ook omdraaien. Dan zet je de opening van de fles naar boven. Dan kan de slak er natuurlijk wel makkelijker in. Maar als jij een slak bent met een flink huisje of je bent gewoon wat dikker, ja, dan wordt het al lastiger om door die openingen, om door die flessenhals zeg maar heen te komen. Nou, dit jaar heb ik gekozen voor kweekpotjes. Die knip ik dus aan de onderkant een stuk. En daarbij zorg ik dus dat er nog flink wat scherpe randjes aan zitten. Want eigenlijk houden slakken dus, zoals ik eerder zei, niet van dingen die scherp zijn. Dan kan je wel voorstellen, die slak is natuurlijk heel week. Dus die beschadigt zichzelf gewoon als hij over scherpe dingen moet bewegen. En dit werkt voor mij dus heel goed. Dus wat ik eigenlijk dit jaar heb gedaan, dat zie je nu ook op mijn labje. Ik heb daar allemaal kooltjes uitgeplant, koolplantjes. En ik heb daar dus kweekpotjes overheen gezet met een open onderkant. Daaromheen heb ik nog cacaodoppen en scherp zand gezaaid. En tot nu toe werkt dat, want al mijn plantjes zijn nog helemaal onbeschadigd. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus, en die dingen die recycle ik gewoon elk jaar. Dus die knip ik 1 keer kapot en die bewaar ik gewoon. En die gebruik ik zo al 4 jaar eigenlijk. Nou, dat waren de tips voor de slakken. Nou, de zwarte bonenluis. Daar heb je meestal alleen maar last van als je bonen teelt natuurlijk. Hij heet niet voor niks de bonenluis. En ik zag er al een paar op mijn planten zitten. Sorry. Dus ja, check je als je dus tuinbonen teelt vooral, check die plant gewoon regelmatig. En wat kun je doen als je ze signaleert? Nou, in principe was het bij mij zo dit jaar gelukkig dat ik meteen die verheersbeestjes zag. Dus die hebben al heel veel opgegeten, dus volgens mij is het bij mij nu geen plaag geworden. Maar stel dat dat nou wel zo is, dan kun je eerst proberen om ze er gewoon met een beetje een harde waterstraal van af te spuiten. Die hebben we natuurlijk in de moestuin.
Die kun je gewoon aansluiten op de leiding. Die kun je er dus gewoon afspuiten en dat een paar keer herhalen. Maar soms zie je gewoon dat ze dan gewoon weer terug op die plant klimmen of vliegen. Nou, wat kun je dan nog meer doen? Je kunt de plant ook inspuiten met een mengsel van water, groene zeep en spiritus. Dat is eigenlijk de meest milieuvriendelijke manier als je toch iets wil gaan spuiten. Dan kun je het maar het beste daarmee doen. Dus dat kan je nog proberen. En als het gewoon echt niet lukt, dan kun je ook nog de top van de plant eraf breken. Want die luizen die landen eigenlijk altijd op de top van een plant. Misschien heb je dat ook wel eens bij je rozen gezien. Ze gaan altijd in die knoppen zitten en altijd in de nieuwe delen van de plant. Dus eigenlijk de bovenste delen. Nou, dat doen deze luizen ook. Dus als je die top van die plant eraf breekt, dan kunnen er in ieder geval geen nieuwe luizen meer op landen. En deze kun je gewoon weggooien, de luizen, met top en al. Nou, wat ik al zei, lieve heersbeestjes eten natuurlijk luizen. Dus wat ik soms ook doe is een beetje in de moestuin kijken. En als ik dan wat lieve heersbeestjes hier rondscharrelen, dan verplaats ik die gewoon en die zet ik op mijn planten met luizen. En dat werkt ook heel goed. Wat je ook nog kunt doen is larven bestellen van lieve heersbeestjes. Dat heb ik volgens mij 2 jaar geleden gedaan. Dat is ook echt wel gewoon heel leuk om met kinderen te doen. Die kun je gewoon online bestellen en op je plant zetten. En het voordeel van larven ten opzichte van volwassen lieve heersbeestjes is dus dat die veel meer eten. Ze zien er niet uit. Het zijn best een beetje creepy beestjes als je ze nog nooit hebt gezien. Maar die eten dus echt 600 luizen per dag schijnbaar. En dat is dus meer dan een volwassen lieve heersbeestje eet. Dus dat kan je natuurlijk ook nog proberen. He, als je op meerdere plekken last hebt van luizen, dan kun je die larven gewoon op verschillende plekken in je moestuin of misschien nog in je eigen tuin uitzetten. Nou, dan hebben we natuurlijk nog het beruchte koolwitje. Dat is een hartstikke mooi beestje natuurlijk, maar die rupsen die kunnen gewoon echt jouw hele kolen opeten. En het is eigenlijk vooral belangrijk om dat op tijd te zien. Dus ik heb even eigenlijk alle stadia gefotografeerd van hoe dat nou eruit ziet, zodat je het op tijd kunt herkennen. Dus check vooral op tijd je kolen. En dat doe je dus aan de onderkant van de bladeren. Dus op de eerste foto zie je eigenlijk hele kleine gele puntjes zitten. Die heb ik onderin even vergroot, want ze zijn echt heel klein. Maar als je zo'n groepje gele puntjes bij elkaar ziet zitten, dan weet je hoe laat het is. Dan komen daar straks rupsen van het koolwitje uit. En op Instagram zag ik al de eerste mensen. Dus ik zou zeggen, check vooral als je veel kolen bij elkaar hebt staan. Want grote kans dat ze er bij jou ook al zitten. Nou, op een gegeven moment worden die eitjes, die zijn dus eerst geel en daarna worden ze langzaam steeds zwarter. En op een gegeven moment, als ze helemaal zwart zijn, dan komen er rupsen uit. En die zie je op foto 3. Nou, dat zijn er dus echt heel veel, want je zag al hoeveel eitjes erop zitten. Nou, dat worden dus allemaal rupsen. En die kunnen echt binnen een paar dagen gewoon jouw hele kool opeten. En dat zie je dus op de derde foto. Deze heb ik volgens mij 2 jaar geleden genomen bij mijn buurman. Die dus niet echt zijn kolen checkte. En alle rupsen zaten gewoon op zijn plant. Gelukkig niet op die van mij. Dus dat scheelt. Nou, stel je ziet die beesten zitten. Ja, wat kun je dan doen? Nou, het beste is natuurlijk om het te voorkomen. En dat is met insectengaas. Dat is eigenlijk gewoon voor de meeste dieren die je niet wil hebben. Maar ja, ik gebruik dat zelf gewoon niet. Ik vind het onhandig. Want ik moet het elke keer weghalen als ik dan iets wil, als ik onkruid moet wieden of iets wil oogsten. Dus ja, ik heb daar zelf gewoon geen zin in. Ik ben daar te lui voor. En bij mij staat ook eigenlijk alles door elkaar. Dus ja, dan zou ik mijn hele moestuin onder het insectengaas moeten spannen. Maar goed, in principe is dat wel de beste optie. Nou, wat je ook kunt doen is die eitjes verwijderen. En bijvoorbeeld, dat kun je hetzelfde doen als er al larven op zitten. Je kunt dat blad eraf halen. Dus je knipt dat blad gewoon van je kool af en je verplaatst dat naar een andere plek in de moestuin of ergens anders waar je maar wil. Want kijk, het is natuurlijk lastig, hè? Ik zit daar zelf ook wel mee. Als ik al die eitjes ga kapotmaken, dan komen er gewoon geen vlinders. En ja, vlinders zijn gewoon hele nuttige beestjes. Dus ja, in principe wil je eigenlijk ook niet al die eitjes of die rupsen vermoorden.
Nou, dus dan kan je dat dus doen, een blad eraf halen en verplaatsen, want aan dat blad hebben ze dan wel een tijdje genoeg. En dan hoop je maar dat ze niet weer terugkomen naar jouw tuintje. Nou, wat je ook kunt doen is, als je heel veel kolen verbouwt, dan kun je ook denken van, nou, ik offer één kool op. Elke rups die ik tegenkom, die verplaats ik naar die ene kool. Die mogen ze helemaal opeten en dan maar hopen dat ze de andere kolen met rust laten. Ik ken veel mensen op Instagram die ik volg die dat zo doen en op zich werkt dat aardig. Dus dat zou ook nog een optie zijn. Maar check ze dus nu, want volgens mij zijn ze dus al gesignaleerd. Ik heb het zelf nog niet bekeken, want ik ben al een paar dagen niet geweest. Maar check vooral de onderkant van je koolbladeren nu. En volgens mij dus ook de zwarte bonenluis, die zit er nu ook. Dat is eigenlijk standaard in begin juni, dan komt de zwarte bonenluis. Dus daar kun je eigenlijk ook al op voorbereiden van tevoren. Nou, dan heb je nog de koolwitte vlieg. Die had ik vorig jaar echt best wel heftig. Dit is een foto dus van vorig jaar. Ja, ook die kun je dus weghouden door insectengaas te spannen. Maar goed, wat ik zei, dat doe ik dus niet. En ik heb nog niet echt iets gevonden wat biologisch is, wat tegen die koolwitte vliegen helpt helaas. Dus ja, het enige wat ik zelf altijd doe is af en toe flink met de waterstraal het eraf spuiten. En soms gewoon accepteren dat die beestjes erop zitten. Ik spoel ze er thuis gewoon af. Ze lopen de wasbak in en ik eet die kolen gewoon nog op. Ja, het idee is misschien niet zo heel lekker, maar in principe als er nog niet echt heel veel schimmel op die plant zit. Want ik geloof dat in een stadium daarna kan er dus echt schimmel ontstaan. Maar als dat nog niet zo is, als deze aantasting is echt heel erg, maar als dat dus nog niet zover is, ja, dan kan je die kool gewoon nog prima opeten. Dus ik denk altijd beestjes horen er ook gewoon een beetje bij eigenlijk. Wat nog niet in deze presentatie zat, maar je hebt ook nog de melige koolluis, heet die. En dat is ook gewoon een luis. Dat is, volgens mij ziet hij er een beetje zwart uit. Iets lichter zwart dan de zwarte bonenluis. Ja, die kun je eigenlijk net zo behandelen als de zwarte bonenluis. Dus of met spiritus en groene zeep, of er afspuiten, of lieve heersbeestjes gaan verzamelen, dat soort dingen. Maar die zitten dus eigenlijk ook, net zoals de koolwitte vlieg en net zoals de rupsen, allemaal aan de onderkant van je kolenbladeren. Nou, dit waren eigenlijk de belangrijkste tips bij ongedierte. Ook de beestjes die ik zelf het meest in de moestuin tegenkom. Ik zal straks dus nog even een ingezonden vraag beantwoorden over hoe je de vogels kunt weghouden. Maar goed, vogels zien wij natuurlijk niet echt als ongedierte. Dus dat vertel ik later nog even. En dan ga ik het nu even hebben over tips bij droogte. Nou, wat ik in het begin al zei, eigenlijk is de belangrijkste tip dat je je plantjes niet verwent als je ze net in de moestuin hebt staan. Als je natuurlijk dingen hebt gezaaid, dan is het wel belangrijk om je bodem vochtig te houden. Want anders gaan die plantjes niet opkomen. Dus dan moet je uiteraard, als het heel warm is, gewoon misschien wel elke dag water geven. Maar als jouw plantjes al wat groter zijn, dan kun je dat dus afbouwen. Dus wat ik net al zei, hoe vaker je water geeft, hoe meer je ze verwendt en hoe minder sterk jouw plantjes worden. Want ze moeten dus echt actief zelf op zoek gaan naar water in de bodem. En daar krijgen ze gewoon hele sterke wortels van. En op die manier kunnen ze dus ook beter tegen droogte als jij een keertje wat minder tijd hebt. Want dan zijn ze niet al heel erg verwend en kunnen ze prima een weekje zonder water. Ik heb in die droge periode van de laatste weken ben ik gewoon een keer een hele week niet geweest. En er was niks aan de hand in mijn tuintje. Alles stond er nog prima bij. En dat komt niet alleen omdat ik weinig water geef, maar ook omdat ik dus heel veel compost op mijn lapje gooi. Nou, we hebben natuurlijk die composthoop in de moestuin staan. Dus ik zou zeggen, maak daar ook echt gebruik van. In mijn eerste workshop heb ik al verteld dat je met compost je bodem kunt verbeteren. En je maakt hem luchtiger, zodat plantjes beter kunnen wortelen. In de winter bescherm je de bodem tegen bevriezen. Als het heel veel regent, bescherm je de bodem tegen het uitregenen van je voedingsstoffen. En in de zomer, bij droogte, bescherm je de bodem tegen uitdrogen.
Dus gooi er gewoon lekker veel compost op. Dat is altijd goed voor je bodem. En hetzelfde geldt eigenlijk voor mulchen. Dat doe ik ook standaard. Dat heb ik in de vorige workshop ook uitgelegd. Dus als je daar nog meer over wilt weten, kijk die even terug. Maar kort gezegd is mulchen dat je een organisch laagje over je bodem gooit. En in principe is compost eigenlijk ook mulch. Maar je kunt ook nog denken dus aan cacaodoppen, stro, hooi, bladeren, houtsnippers. Eigenlijk alles wat bodemdiertjes kunnen omzetten in compost. En zo'n mulchlaag, dat heb ik nu ook op mijn lapje liggen. Ja, dat beschermt de bodem dus ook tegen droogte. Want door dat laagje over je bodem te leggen, verdampt het water gewoon minder snel. En daardoor merk ik dus zelf heel erg dat ik gewoon een week lang geen water kan geven. Terwijl het dus hartstikke kurkdroog is in de moestuin. Dus gebruik zeker die cacaodoppen die we hebben liggen. En in de herfst bijvoorbeeld kun je, nou ja, herfstbladeren die liggen er genoeg in onze moestuin, kun je daarvoor gebruiken. Maar op dit moment gebruik ik eigenlijk gewoon cacaodoppen die wij in de moestuin hebben liggen. Er staat een hele grote zak volgens mij nog steeds bij de compostbakken, dus pak daar lekker uit. Nou, dan heb je nog een andere tip. En die staat natuurlijk wel een beetje haaks op de tips tegen slakken. Dus dat is een lastige. Want bij de droogte is het eigenlijk het slimste om in de avond water te geven. Omdat je water dan minder snel verdampt. Je kunt je voorstellen als jij om 10, 11 uur 's ochtends water geeft en het is om 12 uur al bloedheet, dat een heel groot deel van dat water wat jij net hebt gegeven al verdampt is. Voordat die plantjes er iets van hebben kunnen opnemen. Dus ja, dat is een lastige. Het voordeel is natuurlijk wel dat als het heel droog is, dat je sowieso minder last hebt van slakken. Dus ik wissel het zelf een beetje af. De ene keer geef ik in de avond water en de andere keer heel 's ochtends vroeg. Meestal wordt het pas vanaf een uur of 12:01 echt heel heet. Dus ja, je kunt ook heel vroeg in de ochtend water geven. Dan heb je en geen last van de slakken en minder last van verdamping. Maar in theorie zeggen ze altijd in de avond. Maar goed, het ligt er maar net aan of je een slakkenplaag hebt of niet. Nou, dat was de droogte. Ik hoop dat jullie daar wat aan hebben. Nou, dan ga ik nog wat vertellen over wat je allemaal kunt zaaien en uitplanten deze maand. En dat is nog best wel veel. De maanden hiervoor, april en mei, waren natuurlijk echt maanden waarin iedereen aan het zaaien slaagde. Waardoor je misschien het idee kan hebben van nou, ik ben al te laat. Hè, als je misschien nog niet zo actief was. Maar er kan echt nog heel veel. In principe, ik heb een balkje met voorzaaien. Maar in theorie zou je nu niks meer hoeven voorzaaien. Hè, voorzaaien moet bij sommige groentes gewoon, omdat het buiten nog te koud is. Maar na half mei kun je in principe alles buiten voorzaaien. Dus dat is je eigen keuze, hè, wat je wil. Maar dit zijn onder andere groentes die je nog kunt voorzaaien. Andijvie, wat kolen zoals de boerenkool, de broccoli, de palmkool. Courgette kan ook nog prima. De sperzieboom kan ook nog. Volgens mij kan sperzieboom nog tot juli. En palmkool ook. Dan heb je natuurlijk wel later oogst, maar het kan nog prima. Nou, direct zaaien, dat kan nog met veel meer groentes. Dat kan onder andere ook nog met rode bietjes. Met snijbiet kan het nog prima. Spinazie ook, alhoewel ik zelf afraad om dat in de zomer te doen. Spinazie kun je eigenlijk het beste zaaien in het vroege voorjaar. Dus ongeveer tot maart. En daarna pas weer na de zomer. Want mijn ervaring is dat spinazie tussen mei en augustus, als je het dan zaait, eigenlijk altijd doorschiet. En dat is gewoon jammer, want op een gegeven moment als die bloemetjes erin komen te staan, dan is die spinazie minder lekker en moet je hem er eigenlijk uittrekken. Maar goed, in theorie zou het kunnen, je kunt het altijd proberen. Dan heb je wel speciale spinazie voor in de zomer. Dus dan moet je even kijken welke je moet hebben. Daar heb ik op YouTube ook een video over, die verschillen tussen die twee zaden. Dus daar moet je dan even goed op letten. Nou, en zomerworteltjes, dat kan ook nog echt helemaal prima nu. Die kun je ook tot juli zaaien. Dus dat kun je nog allemaal de grond inzetten nu.
En nou, uitplanten. Hè? Misschien heb je nog wel heb je thuis nog plantjes staan. Ik wel in ieder geval. Ik heb nog courgetten voorgezaaid. Maar die kun je dus ook nu al direct zaaien. Maar je kunt ze dus ook nog gewoon uitplanten. Spruitjes kan nog. Voor het zaaien van spruitjes is het een beetje tricky. Dat kan je meestal net wat eerder doen. Maar stel, jij hebt nog thuis niks gezaaid. Dan kun je dus nog prima naar de plantjesmarkt. Volgens mij is die weer open, dacht ik. Of naar het tuincentrum. En nou ja, dan kun je nog dus dit soort kleine zaailingen kopen en in je moestuintje zetten als je wil. Nou, ik heb ook nog even wat groenten erin gezet die je kunt oogsten in juni. Ik heb zelf bijvoorbeeld knoflook in mijn tuin staan. Die kun je meestal in juni of juli oogsten. En bij knoflook is het belangrijk dat je gewoon even oplet of die bladeren van het loof, of het loof eigenlijk, dat al gaat afsterven en dus een beetje bruin wordt. Zodra je dat ziet, wacht je gewoon nog even, maar dan weet je in ieder geval, hey, mijn knoflook kan ik bijna oogsten. Dus het is belangrijk bij knoflook dat je gewoon even wacht tot dat loof, ja, voor een groot deel eigenlijk bruin is. En dan weet je dat je knoflook klaar is. Nou ja, je kunt natuurlijk voor allerlei andere dingen kun je ook nog oogsten als het goed is nu. Ik zag bij mij dat de sugarsnap en de tuinbonen, die zijn flink vruchten of peulen aan het maken. Dus die kan ik binnenkort oogsten. Radijsjes heb ik laatst geoogst. Pluksla, die gaat bij mij ook heel goed. Kun je nu ook allemaal oogsten. Snijbiet, nou van alles. Misschien plantui, als je die... Je hebt ook ui die je in de herfst plant en die zou je dan in juni ongeveer nu kunnen oogsten. En daar geldt ook bij dat het loof bruin moet worden, net zoals bij de knoflook. Nou, dus dit is een beetje het schemaatje voor juni. Nou, als je dat nou voor eigenlijk alle maanden wil, zou ik zeggen, kijk even op mijn website. Ik heb een zaai plant- en oogstkalender op mijn website staan. Die kan je meteen opzoeken vanaf de homepage. En daar staat eigenlijk per maand... Heb je zo'n schemaatje. Er staan niet alle groenten in. Ik heb daar eigenlijk alleen de groenten in staan die ik zelf verbouw. Maar dat zijn er aardig wat. Iets van 23. Dus daar kan je denk ik wel mee uit de voeten. Tenminste, dat hoop ik. Maar dat denk ik wel. Nou, dus dit kun je nog allemaal doen in juni. Dus eigenlijk hartstikke veel. Dus stel dat je gewoon een beetje laat begonnen bent. Omdat het allemaal druk was met... Corona, misschien zaten je kinderen wel thuis en heb je je moestuintje gewoon een beetje verwaarloosd. Dat kan nog echt van alles. Nou, dan kom ik bij de ingezonden vragen. Dat was er deze keer maar eentje. En ik zit even te kijken, ik pak even mijn briefje. Ja, dat was Vee. Vee die had een vraag over aardbeien. Die vroeg, hoe kan ik nou mijn vogels weghouden bij aardbeien? Haar vraag was eigenlijk, ik heb gelezen dat een blauw vogelnet beter is dan een groen, omdat in een groen vogelnet de vogels er kunnen invliegen. Maar ik kan nergens een blauwe vinden. Nou, Vee, als je kijkt, ik zou eigenlijk afraden om een blauwe te kopen. Eigenlijk raad ik alle vogelnetten af, want ook al is die blauw, dan nog steeds heb je kans dat die vogels erin verstrikt raken. En dat is echt heel naar, want die sterven uiteindelijk dus omdat ze vastzitten. En dat wil je gewoon natuurlijk echt niet met vogeltjes. Dus wat je eigenlijk beter kunt doen, is wat ik op de foto heb gezet, is kippengaas gebruiken. En dit is nog best wel grof gaas, dus ja, je moet even kijken, maar je hebt ook nog gaas met nog kleinere gaatjes. En daar kunnen vogels niet invliegen. En vogels hebben ook door dat ze er niet doorheen kunnen, omdat het hard materiaal is. Hè? Zo'n net is heel zacht. En daar vliegen ze gewoon tegenaan en dan raken ze verstrikt. Maar dat kan hier dus niet. Dus je kunt ook zoiets doen. En ik heb deze ook ooit zelf gemaakt. En dat kun je dus ook bijvoorbeeld doen met tuinslang. Ik heb daar gewoon zo'n hele goedkope tuinslang voor gekocht destijds. Toen ik nog aardbeien had in de moestuin. En die, die leid je gewoon door dat kippengaas heen. En dan kan je echt prima zelfs zo'n dingetje maken. Kan ook met zo'n van die PVC-buisjes. Maar ik vond die tuinslang echt super makkelijk. Nou, wat je ook nog kan doen is zo'n molentje. Een glinsterend molentje erin zetten of een paar. Dat schrikt vogels ook heel erg af.
sowieso de beweging van dat molentje, dan moet het natuurlijk wel waaien. Maar het waait eigenlijk bijna altijd in onze moestuin door die hoge bomen die wij hebben. Dus dat zou je er ook in kunnen zetten. En oude cd'tjes. Misschien heb je nog cd'tjes in huis. Die kun je ophangen in de buurt van je aardbeien. Vogels houden dus niet van dat glinsteren. Dus dit zijn een beetje de dingen die je tegen vogels kunt doen. Dus ja, vooral eigenlijk geen netten gebruiken. Ik zou het risico zelf niet willen lopen dat er vogeltjes in verstrikt raken. Dat is gewoon echt heel naar. Dus dat raad ik dus eigenlijk af. Nou, dit was het eigenlijk. Wat ik te vertellen had. Wat ik al eerder zei. Als je nog een vraag hebt naar aanleiding van wat ik nu heb verteld. Je kunt me altijd een berichtje sturen. En voor alle tips eigenlijk over moestuinieren. Over allerlei groentes. Ook tips voor droogte. Dat soort dingen heb ik eigenlijk allemaal op mijn website staan. Daar heb ik gewoon heel veel blogs staan. En met algemene tips. Tips voor hoe je groenten steelt. Ik heb ook een YouTube kanaal. Daar kun je, als je dat makkelijker vindt. Als je meer van video houdt. Daar heb ik al een stuk of 20 video's op staan over groenten. En de komende weken komen daar nog heel veel video's bij. Onder andere over verschillende kolen. En volgende week heb ik nog een video over komkommer. Dus daar kun je eigenlijk ook heel veel vinden als je op zoek bent naar tips. Dus ik zou zeggen veel leesplezier, veel kijkplezier. En tot de volgende workshop maar weer. Fijne dag!